Oud-voetballer Gerald Vanenburg uit Eindhoven is veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf. Dat heeft de politierechter in Den Bosch vandaag besloten. Hij krijgt die straf omdat hij zijn ex-vrouw heeft bedreigd. Onze verslaggever Jacqueline Hermans die was vandaag bij deze zaak. Ja, Jacqueline, wat is nou precies gebeurd? Eigenlijk heb ik vanmiddag zitten luisteren naar een verhaal van een huwelijk dat na 26 jaar is gestrand. En daarna is verzand in modder gooien. Met als dieptepunt afgelopen mei. Vanenburg vernam dat zijn vrouw, ex-vrouw, ze liggen in scheiding, bezoek had van een man. Nou, eigenlijk zijn de stoppen doorgeslagen. Hij is naar dat huis gegaan, heeft een ruit ingetrapt. Er is een worsteling geweest met die man. En hij heeft ook zijn vrouw bedreigd. En volgens de officier van justitie was dat niet de eerste keer. De dag dat ik jou met iemand anders zie, dan maak ik jou af en dan maak ik ook hem af. Moet ik je nou een stomp op je smoel geven waar iedereen bij is? Wacht maar, ik pak jou. Ik maak je toch af. En ook nog, ik maak je af 100%. Hele grimmige teksten. Alleen Vanenburg zegt, ja, het is in een vloot van woede, van frustratie gegaan. Ik ben nooit van plan geweest om dat ook echt te doen. De rechter heeft overigens maar 1 bedreiging echt meegenomen in de straf. Dat is die van afgelopen mei. Mishandeling of het intrappen van de ruiter is die niet voor mishandeld. En was Vanenburg er zelf eigenlijk bij vandaag? Nee, ik zei mishandeld, hij is er niet voor veroordeeld. Nee, Vanenburg was er niet voor bij aanwezig. Hij heeft besloten om ver van de pers te blijven, om het allemaal niet erger te maken dan het allemaal al is voor zijn kinderen en ook voor zijn gezin. Zijn advocaat heeft gezegd, hij heeft de straf gelaten aangehoord, 2 weken voorwaardelijk.